Lex, gefeliciteerd. Het ging niet van harte. Nee, kan je wel zeggen, ja. We beginnen de eerste 20 minuten van de eerste helft. Spelen we eigenlijk geweldig voetbal. En pakken we de draad op van vorig jaar waar we mee geëindigd waren. En na die 20 minuten zakken we op een gegeven moment zakt het in elkaar qua voetbal. En ja, dan komen hun een beetje. En dan ga je 0-0 rusten. En dan ga je met een dubbel gevoel de rust in. Ja, en dan die tweede helft ga je in. Ja, en dan begin je misschien de eerste paar minuten ook wel weer leuk. En ja, dan krijg je op een gegeven moment een dubieuze penalty tegen. Waar ik van denk, ja, is dat een penalty? Je krijgt ook nog een rode kaart tegen. Ja, en dan zakt de moed eigenlijk in je schoenen. Maar zoals we vorig jaar al hebben laten zien een paar keer. Dat we heel sterk kunnen zijn met 10 man. En dat hebben we ook getoond. Wat dacht jij in de rust, in de kleedkamer? Van tevoren wordt er gezegd dat Tauros een Jupiler League club is. Misschien wel een goede topklasse. En uiteindelijk weet je wat voor club het is. Nou ja, met alle respect voor Tauros. We konden ze van tevoren, konden we ze niet. En in principe kan je ze wel vergelijken inderdaad met een Jupiler League club. En wat ik zeg, met alle respect. Maar dit moet voor ons geen probleem zijn om de volgende ronde te bereiken. Nee. Maar toch had je veel last. Dat heeft dat ook te maken met dat jullie nog niet in een ritme zitten? Ja, tuurlijk ook wel. Maar dat mag nooit als excuus zijn. Kijk, het veld was een beetje stroevig en onze conditie is nog niet zoals dat die van hun is. Wij zijn pas 2,5 week bezig en hun zitten aan de helft van de competitie. En dat zijn toch wel dingen wat daarmee te maken heeft. Maar uiteindelijk win je zo'n wedstrijd toch nog met 3-2 door karakter te tonen. En gaan we naar huis met 2-3 en 3 uitgoals. En ik denk dat we volgende week gewoon de kwaai af moeten maken. Je scoort, je rent naar het publiek toe. Heb je dan nog even contact met ze? Ja, tuurlijk heb ik contact met ze. Ik keek vooral eerst eventjes, zocht mijn broertje even waar die was. Die stond in de hoek, dus die is ook meegereisd en die is vanuit Italië gekomen. Dus het is allemaal fantastisch. Supporters heel veel en ik denk dat de jongens ook heel veel vreugde hebben. Nou, je bent dit seizoen in de spits gezet als eerste spits. Je doet gelijk waar eigenlijk voor je bent. Ja, tuurlijk doe ik. Ik scoor 2 keer, 1 uit een penalty. En, ik had nog in de eerste helft had ik ook nog een keer kunnen scoren. Maar we werken ergens naartoe en ik ben nog lang niet uitgewerkt. Ik heb nog een hoop te leren. En we kunnen volgende week weer een test op doen. Volgende week afmaken? Ja, dat lijkt me wel, ja.